De NDP-fractie voelt zich gemuilkorfd door de leiding van de Nationale Assemblée. De parlementariërs zijn de mening toegedaan dat bij belangrijke zaken er onmogelijk 2 minuten kan worden uitgetrokken om de regering die aan het woord is ter verantwoording te roepen. Nadat president Chandrika Prasad Santokhi en 4 ministers het woord hadden gevoerd, werd de vergadering door assembleevoorzitter Marinus B. geschorst voor fractieoverleg. Daar is echter geen overstemming bereikt over de spreektijd. De NDP en de BEP-fractie verlieten daarop de vergaderzaal. De NDP-fractie heeft vanmorgen tijdens een persconferentie aangegeven waarom zij gisteravond de vergadering hebben verlaten. Dat is een absolute vorm van censuur, parlementair censuur. Daarmee is bewezen dat opnieuw wij worden gemuilkorfd en worden beperkt om ons werk te doen. En het signaal dat we gisteren hebben gegeven sluit aan bij het signaal van de mensen, het volk dat nu op straat is en de overige thuis die er ook bal en bui van zijn. Voor ons is het tot hier en niet verder. We gaan dat niet meer accepteren. En we kijken uit naar een parlement waar een ruimte bestaat. En in dat, we zien in een land dat zowel de pers als burgers die kritisch willen zijn, worden weggemaakt, gemuilkorfd, ze worden opgesloten. Maar ook een DNA die monddood wordt gemaakt. De NDP-fractie geeft aan dat er in hoofdbestuursverband verder over deze zaak gesproken zal worden. De fractie zegt zich niet uit de weg te laten slaan en zal zij normaal de vergaderingen blijven bezoeken.